Distriktscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest wil de werkloosheid in Mungo terugdringen. De burgermoeder beaamt dat in haar district weinig jongeren een goede baan hebben. Samen met de particuliere sector bouwt ze een bestand op waarin werkzoekenden worden opgenomen. Op die manier kan ze makkelijker inspelen op de vraag van de particuliere sector. Je hebt vele jongeren, vooral jongeren die rondlopen zonder een baan, zonder een werk. En dat is wel een probleem, want waar de jongens, de jonge dames geen werk hebben, geen baan hebben, dan ga je andere negatieve dingen krijgen, negatieve zaken krijgen die niet zo goed zijn voor de samenleving. Kijk, een jongeman die geen werk heeft, hij moet, hij moet een gezin starten. Hij heeft de middelen nodig, financiën nodig om zijn gezin staande te houden. Maar hij kan nergens aan een baan komen, dan kan dat averechts gaan werken, toch? Want die dingen zijn nodig, ze moeten er komen. Maar de juiste middelen om de zaken tot stand te krijgen, die zijn er niet. Tot nu toe hebben de meeste bedrijven die zaken doen in Marowijne gewerkt met arbeiders uit Paramaribo en Kommewijne. De DC wil dat ook de Mungonezen aan de slag kunnen bij de particuliere bedrijven. Wel een afspraak. Er was hier een bedrijf bij mij op bezoek. En die heeft dan een voorstel gedaan. Zegt DC, weet u wat u zou kunnen doen? Begint u alvast alle werklozen te registreren met hun cv's en hun kwaliteiten. En u moet een bestand daarvan maken. En mocht het zijn, want je hebt er bedrijven die moeten komen om te investeren, om zaken te doen in het district. Heb je zo'n bestand, dan hoeven die bedrijven die komen geen arbeiders mee te nemen van Paramaribo of van Kommewijne. Dan hebt u een bestand. Wanneer die, dat bedrijf er komt, dan kunt u een paar arbeiders lichten uit uw bestand en afgeven aan zo'n bedrijf, zodat de werkloosheid zo'n beetje wordt tegengegaan hier. Dat was districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest.